Morgen ben ik jarig, dus vandaag ga ik alvast taarten bakken en tractaties maken voor mijn vrienden. Dus let goed op, want wie weet zit er wel een leuke tip tussen voor jouw verjaardag. Afgelopen jaar heb ik voor mijn vrienden frietbakjes gemaakt. Nou, natuurlijk niet echt met friet van de snackbar, maar zelf gemaakt vanuit cake. Kijk, dat ziet er zo uit. Superleuk, die slagroom is dan net de mayonaise en de aardbeiensaus is eigenlijk gewoon de ketchup. En lekker dat ze het vonden, joh. Nou, dit jaar wil ik eigenlijk wat gezonders maken, dus ik heb zitten zoeken op internet en ik kwam een heel leuk receptje tegen. Kijk, dit zijn bananendolfijntjes. Nou, dat ziet er toch echt superleuk uit. Je moet wel even hulp vragen van je ouders bij het maken ervan, want let op, ik heb hier al twee gemaakt. Je moet de bovenkant van de banaan insnijden met een mesje, dat is dan zijn bekje. Dan doe je daar een druifje tussen. Vervolgens steek je wat oogjes met een stift en dan gooi je er nog wat leuke druifjes omheen, want dat ziet er dan zo gezellig uit. En dan is je tractatie eigenlijk al klaar. Maar volgens mij is dit hartstikke lekker, dus dat wordt smullen morgen. Doeg!